Hey Anne-Floor, mijn collega. Ik maak speciaal deze video voor jou omdat ik jou een ontzettende onderwijstopper vind. Je werkt al 5 jaar voor me voor de opleiding Podium en Evenemententechniek en je bent daar docent Engels. Ik weet dat je altijd voor je studenten klaarstaat, maar zeker ook voor je collega's en al helemaal in tijden van corona. Bij Praktoraat Mediawijsheid heb je onderzoek gedaan naar de teamsomgeving en wat je er allemaal didactisch mee kan. Maar je hebt ons ook verder geholpen door video's op te nemen en daar zijn we ontzettend blij mee. Hi Rick, jij bent onze online ambassadeur voor het Praktoraat Mediawijsheid. En dat niet alleen, je bent ook docent bij het ROC van Amsterdam, de opleiding Entree. En dat doe je ontzettend goed. Je hebt een groot hart voor studenten en je laat binnen de lessen zien wat er online allemaal mogelijk is. Je hebt voor ons video's gemaakt over Smoor en over Sketchbook en nog veel meer. Super bedankt daarvoor en blijf vooral zo doorgaan, want we hebben toppers zoals jou nodig in het onderwijs. Hey Natasja! Jij bent een echte duizendpoot. Je bent docent bij ROC Top, maar daarnaast ben je ook iCoach, betrokken bij het Praktoraat Mediawijsheid en heb je net een master afgerond. Als ik naar jou kijk, dan lijkt het alsof het allemaal niks is. Collega's, die kunnen veel van jou leren en gelukkig deel je dat dan ook binnen het Praktoraat Mediawijsheid. Hey Janske, creatieve topper. Je werkt bij het Houten Meubelingscollege en dat doe je met een enorme overgave. Je bent er altijd voor je studenten en voor je collega's. En daar moet je wel wat tijd voor in investeren, want je reist regelmatig van Nijmegen naar Amsterdam toe om dat mooie beroep uit te kunnen oefenen. Ik ben dan ook ontzettend onder de indruk van jou en wat je allemaal wel niet over hebt voor je beroep. Daarnaast heb je ook nog eens je eigen bedrijf en webshop, janskemegensshop.nl. Ga daar dus vooral kijken met hem. En dat doe je dus nog allemaal naast het lesgeven. Bekijk je deze video en denk je, ik ken ook zo'n onderwijstopper? Laat het dan weten in de comments of geef zelf een shout-out in een eigen video. Het is immers de dag van de leraar.